wat hebben wij voor recht om te leven als wij de natuur om ons heen, de planten en de dieren, eigenlijk dat recht niet gunnen? Beekdal is hier best breed en dat wordt begrensd door wat je hier achter de bossen ziet. Hierachter ligt een stuifrug, opgewaaid zand uit de middeleeuwen, zullen we maar zeggen. En die stuifrug die is maar een stukje hoger dan dat dal. Daar valt water in als regen en dat water zijbelt langzamerhand door de grond naar de plek toe waar we hier staan. Hier is in zeg maar, de begin jaren 80 een grote ruilverkaveling geweest. Toen is de beek vergraven en naar de zijkant gelegd, maar de voormalige beek die lag in deze omgeving. En wat Staatsbosbeheer gedaan heeft, is weer een soort nieuwe beek, slenk gemaakt, die langzamerhand weer naar de hoofdbeek toe loopt, waar het mooie, schonere water wat vanuit de stuifduinen komt, een weg vindt naar de Beekdal. Dit water, dat is dus eigenlijk het water wat hier valt, in combinatie met het water wat van onderen uit vanuit Loonse Duinen komt. Terwijl het water in de beek zeg maar heel erg door landbouw beïnvloed wordt, zit er hier dus geen enkele landbouwinvloed meer op. Dat betekent dat het twee keer zo schoon is. De geleidbaarheid, want dat is een maat van hoeveel stoffen erin zitten. Dat kan kalk zijn, maar in dit geval zal het veel fosfaat en nitraat zijn. Geleidbaarheid in de beek zelf heb ik gemeten op 695, dat is best flink. En hier in het natuurplasje is 317, dus dat is de helft. Ja, we willen graag naar cijfertjes van zeg maar 200 of 100 in beekdalen. Je kunt dus zien dat je door dit soort ingrepen een hele mooie ontwikkeling in een goede richting krijgt. Dus de ingrepen die hier gebeurd zijn, die helpen ons echt op weg om weer een mooi natuurgebied van deze plek te maken. Er is al heel lang aan beekdalen gesleuteld, vanaf de middeleeuwen eigenlijk al. Maar met name dan in die ruilverkavelingsperiode, die zo tussen de jaren 60 en hier dan de jaren 80 heeft gewoed, zijn eigenlijk al die beekdalen helemaal drooggetrokken door de kronkelende beek met een klein profiel eigenlijk te vervangen door een hele grote beek met een heel groot profiel, om dat water hier dan maar zo snel mogelijk in de richting van de Maas te laten gaan. Maar daarmee heb je eigenlijk de totale stelsel van beek en beekdal om zeep geholpen. Zo kun je het eigenlijk rustig noemen. Waar we nu mee bezig zijn is te kijken of we dat beekdal weer een relatie met die beek kunnen laten krijgen, zodat het weer als één geheel gaat functioneren. En dan ga je van natte heide via dottenbloemhooilanden, veldrustgraallanden, grote zeggen verbonden, eigenlijk naar een beekdal wat weer de normale opbouw heeft, waarbij die beek dan elk jaar, zeker in die zone met grote zeggen verbonden, maar vaak nog wat meer, buiten zijn oevers treedt. De vissen die dan weer in stromend water zitten, die echt bij een beek horen, serpeling, kopvoren, winden bijvoorbeeld, dat die in het voorjaar, wanneer die beek eruit is, in die geïnundeerde graslanden weer paaiplekken hebben. We hebben afspraken gemaakt met Europa, in dit geval in kaderrichtlijn water, dat we ervoor moeten zorgen dat die beken weer voldoen aan datgene wat hier kan in Nederland. We weten technisch hoe het moet en we moeten nu zien dat we de maatschappij, de bestuurders, de beslissers meenemen in datgene wat we als techneuten bedacht hebben. En kijken hoe wij een slag kunnen maken dat we opschieten met dat herstel van die beken en die waterlopen.